Hoi allemaal, ik ben Helene. Ik doe mee aan Nieuw Amt van Gronings Vuur. En ik ben vooral bezig met dansen daarin. Dansen is mijn leven. Al vanaf mijn zevende voelde het fijn en natuurlijk en goed. En later werd het ook een bron van zelfvertrouwen, van erkenning. En ook een manier om mezelf te laten zien, terwijl ik altijd hartstikke verlegen was. Ja, de dans is alles. Gronings Vuur is een heel leuk nu filmproject, voormalig theaterproject. Ik heb al een paar sessies gehad. Eentje met de choreograaf om de choreografie in elkaar te zetten. En daarna nog een oefensessie in Frank's studio met Manuel op de laptop. En dat was ook heel gaaf om te doen. Ik oefen ontzettend veel. Woensdag is mijn opnamedag. Natuurlijk maak ik me er druk over. Over, oh, doe ik het wel goed? Zit er dan tenminste één goede opname tussen? Op die manier ben je bezig lekker even te stressen natuurlijk. Maar ik denk dat iedereen dat wel heeft. Maar ik ben heel benieuwd en heb er gewoon heel veel zin in. Wat ik hier uithaal voor mezelf is nou ten eerste is een hele fijne afleiding van de hele corona shit. Lekker veel te doen, lekker druk. Ja, ook weer dansen. En dan mezelf laten zien, ik ben gek op optreden. Dat vind ik gewoon een van de leukste dingen die er zijn. Ook al mis ik dan wel, door corona, het groepswerk. Ik had me erop verheugd om met Davy lekker te hiphoppen. En met Janneke even salsa te dansen bijvoorbeeld. Dat gaat dan niet door. Dus het is allemaal één op één op één. Maar ja, wat ik hier ook uithaal, weer een stukje zelfbevestiging, zelfmanifestatie, jezelf toch ook even laten zien. Ik ben van plan mijn monoloog, interview, om dat best wel persoonlijk te maken.